Mijn naam is Switch. Nu gaan jullie kijken naar een nieuwe video. Eerste video, by the way, met Braga. Ik hoop dat jullie genieten. Dank u voor alle abonnees om te abonneren natuurlijk. Er zijn veel bijgekomen de laatste tijd. En I appreciate that. Ik had de laatste tijd wat probleempjes met mijn dex. De bout voor de achterbrug, dus dat moertje, was kwijt. En ja, zo kunnen we niet verder rijden. Dus die is vervangen. En ik heb een nieuwe gedaan en een nieuwe opgeplaatst. Met Loctite. Wat dus dan voor betere bescherming zou moeten zorgen. Hè. En waardoor het dan zo niet meer loskomt. Hopelijk. Voor degenen die nog niet geabonneerd zijn, abonneer maar. Het is volledig gratis. Kan ik je garanderen. Je krijgt geen factuur opgestuurd of zoiets. Of iets in die aard. Nope, is niets voor YouTube. Ja, de cafés zijn terug open na de lockdown. Laat maar eens weten wat jullie hadden gedaan tijdens de lockdown. Nou ja, waarschijnlijk niet veel, maar... hopelijk toch iets met jullie leven. Ik heb vooral verder gewerkt met mijn studentenjob in de OK, dus Colruyt Groep. En ja, de wc-papier was op, maar dat was blijkbaar overal, dus niets nieuws. Dus dit is mijn daksje. Het is een Honda Dax-kader. Duits model van 1974. Met natuurlijk een Chinese onderdelen op. We gaan hier niet alles Japans maken. Het is een 140cc Yingxiang. JX140 natuurlijk. Nee, oei. Wacht. 150, sorry. De 140's waren uitverkocht. Dus het is een 150cc. Blijkbaar in aantrek van de wespen. Enkel een klein probleempje. Die teller komt altijd los door de vibraties. Hey, de bandjes zijn, de velgen zijn ook van Tipspeed. Vrij simpel gaan we deze houden. Ik vind hem mooi, het is in een deep purple color. Dus origineel van Honda gaan halen bij een kennis via platformen van Daxus. Laatst was het ook een probleempje met de elektriciteit van de Dax. Die ben ik dan gaan laten fixen bij Luc de Bond, of course. Wel niet zo dicht bij mijn huis, maar... hey, alles voor de Dax. Long time ago, dat ik nog met de Dax heb gereden, by the way. Don't blame me if my skills are down low. Er zijn ook veel Dax-rijders die... hola. Die abonneren op mijn kanaal. Vind ik ook leuk om te zien. Misschien dat we elkaar ooit eens tegenkomen op een meeting of zo. Dat zou wel leuk zijn. Ben ik ook van plan met deze Dax. De nieuwe bussen zijn er ook. En ik weet niet waarom die mevrouw hier zo traag rijdt. Ja. Ja, dat kan ook. Ik zie jullie bij de volgende video en like als jullie het leuk vonden. Ciao!